verschillende plaatsen in ons land zijn getroffen door overstromingen na felle onweers. Het zwaarste waarschijnlijk in Torhout. Daar was er deze namiddag eerst een wolkbreuk van een half uur lang en daarna bleef het nog anderhalf uur water gieten. Gevolg, heel het centrum en de toegangswegen stonden blank. In hun tijd staan straten en huizen blank. Mensen zijn totaal verrast. De speelplaats van de school De Torkus staat het water meer dan een halve meter hoog. Dit hebben ze hier nog nooit meegemaakt. Vanaf de spitten rond 2:30 was het echt een wolkbreuk. De kinderen raakten in paniek, bliksem, schichten, werkelijk enorm hoeveelheid regen, zelfs door de ramen die gesloten waren, oude ramen. En als we buiten keken, alles overstroomde in een minimum van tijd, in een uur. Dus het is allemaal heel plaatselijk. 5 kilometer verder valt er amper regen. Maar in Torhout is het echt de hel. Het verkeer staat helemaal vast. De brandweer krijgt meer dan 100 oproepen in nog geen uur tijd. Hans de Ring, Hans de Bruggestraat, heel de omgeving van het stadscentrum en het stadscentrum zelf, alles zat onder water. Dus het water stroomde werkelijk door de straten, kwam van de velden gelopen, de straat opgelopen, het stak uit de riolen, mensen belden in paniek dat hun huis onderliep. Het was een drama. De burgemeester kondigt het gemeentelijke rampenplan af, want dit is ongezien. De brandweer brengt zandzakjes, zo snel als ze kunnen, maar vaak is het al te laat. Bij Robert van Otegem komt het water binnen via de achterdeur. Het loopt langs sporen weer naar buiten. Dikke miserie, nieuwe meubels, nieuwe wasmachine, nieuwe droogkast. Het is allemaal onder water gestaan, dus het is allemaal verloren. Het is niet de eerste keer dat de huizen hier onderlopen in deze straat. De mensen zijn kwaad. Het is al de 6e keer sinds dat wij hier wonen in 2003 dat wij onderkomen. Het is niet meer te doen, vroeger kwam het van achteraan. Ze hebben hier nu de baan hermaakt en dit komt nu uit de riolen. Het water is ondertussen overal weggetrokken. Nu kan de grote schoonmaak beginnen. Ja, we gaan live naar Katrien Sales in Torhout aan de brandweercentrale. Waar ik nog altijd drukte zie. Katrien, hoe is de toestand nu? Wel, Stef, ik heb zo pas de burgemeester van Torhout gesproken en die vertelde me dat hij een uur geleden het gemeentelijk rampenplan heeft afgeblazen, omdat de toestand toch min of meer gestabiliseerd is. Alleen het oosten van Torhout heeft nu nog last van het water. Dat komt omdat het een lager gelegen gebied is en het water dus naar daartoe is gestroomd. Maar het is hier natuurlijk een helse middag geweest. Misschien enkele cijfers om dat te bewijzen. Zo is hier op 3 kwartier tijd maar liefst 46 liter water per vierkante meter gevallen. Terwijl dat voor een hele maand maar 70 liter is. En dat bewijst toch wel welke zondvloed ze hier in Torhout hebben gehad. En die zondvloed heeft heel nare gevolgen gekend. Bijvoorbeeld voor het verkeer, alle toegangswegen waren geblokkeerd. En niemand kon de stad nog in. En daarom besliste de politie ook om de op- en afrit aan de E403 autosnelweg in Torhout af te sluiten voor alle verkeer, zodat niet nog meer auto's het centrum binnen konden. Maar ja, intussen weten we ook dat daar de op- en afrit opnieuw open is. Juist, het water is ook relatief snel weggetrokken. Maar wat achterblijft is smurrie, neem ik aan. Zeker zeggen, Stef. Ik ben daar net enkele straten ingereden waar er water had gestaan. En daar ligt inderdaad een vieze, vuile, dikke laag modderige brei. Ze zullen hier dus nog heel veel werk hebben om dat allemaal schoon te maken en om alles opnieuw proper te krijgen. Katrien in Torhout. Het heeft niet alleen daar geregend, ook in de regio Antwerpen. Wouter Bruins, je staat in Zwijndrecht. Hoe erg is het daar? Ja, hier heeft het een klein uurtje geleden ook heel hard geregend, kort maar krachtig. Tientallen kelders van huizen zijn onder water gelopen. En de brandweer heeft voor deze omgeving alleen al 25 noodoproepen binnengekregen. En ik weet niet of jij het hoort, maar ik hoor nog altijd brandweersirenes. Ook al is het gestopt met regenen, maar dat komt natuurlijk omdat het water dat van hoger gelegen komt, een tijdje later pas bij de mensen in de kelder binnenloopt. En die mensen vragen natuurlijk massaal om zandzakjes. Goed, dankjewel. Voor die stand van zaken in Zwijndrecht, Wouter. Het is echt een heel divers weerbeeld. U hebt het al gehoord, er zijn plaatsen in Vlaanderen waar er vandaag geen druppel of bijna geen druppel water is gevallen. Maar enkele kilometers verder staan straten blank en kelders onder water en is er ook grote schade. Laten we eens kijken naar een overzicht.
Een vrouw wordt in Locristi verrast door de hevige regen. Haar auto snipt en komt in de grap terecht. Ja, ik weet niet wat er precies gebeurd is. Het was in één keer schoof ik zo weg. Nou ja, ik ben ontzettend geschrokken. En mijn moeder zat ernaast. Ja. Heeft uw moeder nog uit de wagen moeten trekken? Trekken, ja. Nee, mijn moeder is 86. Ik bedoel, het was heel verschrikken. Maar gelukkig, we hebben allebei niks. De ellende begint in Brussel, vanmorgen al. Op een half uur tijd regent het zo hard dat de straten overstromen. Rioleringen slikken het water niet, kelders en garages lopen onder. Van Brussel trekt het onweer dan naar de rest van het land. Alle provincies in Vlaanderen worden getroffen. Op sommige plaatsen valt ontzettend veel regen. In Opwijk doet de brandweer wat ze kan om de huizen droog te houden. Ze krijgen meer dan 30 oproepen. De woningen langs de Steenweg op Dendermonde zijn het hardst getroffen. Van als het een straat hier ligt, we hebben ook niet als miserie gehad. Dat is, schijnt dat die buizen kleiner zijn. En nou was het wel in nergens weer, nergens vloog. Ook in Heusden bij Destelbergen lopen verschillende straten onder. Het water loopt dwars door de huizen. Geen kamer blijft droog. In mijn logeerkamer, in mijn living, in mijn kamer, in de keuken en in de badkamer, tot in de plaats waar aan mij drie katjes zitten. Ik heb de regenvlaag gezien, dus het was enorm en het was ook aangebij. Het was ongewoonlijk. En onmiddellijk stond er een kleine meter water in de straat, maar toch, het was rap gebeurd. Dus een paar minuten tijd stond blank. In een uur tijd viel er de helft zoveel regen als normaal gezien in de hele maand juni. Het is geen zomer en het is zelfs in Italië echt rot weer. In Venetië is er schade door een grote tornado. Die trok over de lagune voor de stad en over het eiland Sint Helena. Takken werden van bomen afgerukt, gebouwen zijn ook beschadigd. En 15 schoolkinderen die schuilden in een container beleefden de schrik van hun leven toen die container door de tornado werd verplaatst. Maar ze zijn gelukkig wel allemaal ongedeerd gebleven.